Thank you.
Goedemiddag allemaal en van harte welkom bij het webinar over circulaire economie. De titel is vandaag Met inzicht op afval, uitzicht op een 100% circulaire economie. Vandaag staat de vraag centraal hoe de gemeente Amsterdam data inzet als tool in de circulaire economie. Mijn naam is Wies de Jong en ik ben projectleider bij de gemeente Amsterdam voor het ontwikkelen van de circulaire monitor. En vandaag ben ik de moderator van dit webinar. Ik begin even met de toelichting van het programma. Als het goed is, komt het programma dan ook nu in beeld. We beginnen in ieder geval met drie sprekers voor de pauze, die zich richten op de bredere context van de circulaire economie en afvaldata. Vervolgens is er een korte pauze en na de pauze komen er twee sprekers die verder ingaan op de monitor zelf en de ontwikkeling daarvan. En rond 5 uur sluiten we af. Bij elke presentatie is er tijd om vragen te beantwoorden. En vragen stellen kan door middel van de chatfunctie aan de rechterzijde. Vragen stellen mag het hele webinar door, ik verzamel deze en ik laat er een aantal aan bod komen na elke spreker. Dan is het nu tijd om door te gaan naar de eerste spreker van vandaag, dat is Eveline Jonkhoff. Eveline is strategisch adviseur circulaire economie bij de gemeente Amsterdam. En zij gaat ons meer vertellen over de strategie van de gemeente Amsterdam op het gebied van circulaire economie. Eveline, welkom, aan jou het woord. Als die in beeld is, dan zullen jullie zien dat de slides in het Engels zijn, maar ik praat gewoon Nederlands, dus dat is voor iedereen makkelijk, denk ik. Ik zie ze nog niet in beeld, dus ik denk dat we nog heel even wachten op de verbinding. Ja, hij is in beeld. Wat jullie hier zien is de Amsterdamse ambitie. Hè? Het doel om uiterlijk in 2050 volledig circulair en klimaatneutraal te zijn. Waarbij ons tussendoel is in 2030 om 50% minder primaire grondstoffen te gebruiken. En een voorbeeld van wat het dan betekent voor de doelen voor onze gemeentelijke organisatie. En als je bijvoorbeeld kijkt naar inkopen, een heel belangrijk instrument. 10% van al onze inkoop zal circulair zijn vanaf 2022. En dat loopt natuurlijk sterk verder op. En ook als je kijkt naar tenders in de gebouwde omgeving, in 2023 zullen die circulair zijn. Volgende slide graag. Hier zie je een overzicht van wat wij hebben ontwikkeld en opgeleverd. En waar ook de gemeenteraad van Amsterdam in mei mee akkoord is gegaan. Ons framework is gebaseerd op de stadsdonut. Ik kom daar zo nog wel even op al die elementen kort terug. En dat strategische framework hebben wij gebruikt als basis om onze strategie te ontwikkelen. En die strategie is voor de komende 5 jaar, dus 2020 tot 2025. En daarmee overbruggen we twee periodes, twee colleges. En dat is wel ook heel bijzonder en heel fijn om op die manier te werken en te zorgen dat we een langere termijn strategie hebben. En in die strategie vind je onze visie en ambitie en ook de kern van wat we gaan doen per waardeketen en wat daarvoor de ambities zijn. Ik kom daar nog op terug. En dat hebben we ook vertaald in een tweejarig, voor deze collegeperiode is dat bedoeld, een tweejarig innovatie- en uitvoeringsprogramma. Met ruim 200 projecten. Waar dit staat natuurlijk centraal in het webinar. Hè? Hoe monitor je nou de transitie naar een circulaire economie. De verandering van ons economische systeem. Dus daar geef ik een heel kort inzicht in. Maar dat komt gelukkig uitgebreid terug. En wordt ook toegelicht door mijn collega's. Volgende slide graag. Even heel kort voor wie dat beeld nog niet helemaal scherp op zijn netvlies heeft staan. Geïnspireerd, hè, gebaseerd op het denken van de Britse econoom Kate Raworth en haar team, donut-economie. Het besef dat we één planeet aarde hebben, dus die buitenste ring, dat zijn in feite onze planetaire grenzen. Daar mogen we niet overheen gaan en we weten dat we dat in forse mate doen. Denk aan klimaatverandering, verlies van biodiversiteit. En andere aspecten die daarmee samenhangen. De binnenste cirkel is het sociale fundament. Dus dat gaat over werkgelegenheid, een huis, opleiding, brood op de plank. Maar ook de vrijheid om je stem te verheffen en te zijn wie je wil zijn. Nou,
dat samenspel is in feite ook beschreven in de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dus dat is wat je hier ziet. En waar het om gaat, is dat we dat in balans brengen. Dat we binnen onze planetaire grenzen blijven en tegelijkertijd iedereen toegang geven tot datzelfde niveau van welvaart, welzijn en welbevinden. Dat is de uitdaging en dat is onze stip op de horizon. Volgende slide graag. Dan loop ik even met jullie in vogelvlucht door onze producten. Nou, een aantal dingen komen straks terug. Wat je hier ziet is ons eerste stadsportret. Dat is opgeleverd door Kate Rebus en haar team samen met Circle Economy en C40, ons internationale stedennetwerk. Het is voor de eerste keer dat wij als stad, en dat überhaupt een stad, expliciet maken wat zijn impact is. Impact zowel lokaal als mondiaal. En zowel vanuit het sociaal perspectief als vanuit milieuperspectief. Dus we hebben inzichtelijk gemaakt voor 1 jaar zo goed mogelijk wat onze impact is. En wat ons dus ook te doen staat. En dat is natuurlijk ook vervlochten met de hele monitor waar we zo meteen uitgebreid bij stil zullen staan. Volgende slide graag. Hier zien jullie een overview van wat de strategie omvat. We hebben gezegd, we richten ons op de waardeketens voedsel en organische reststromen, op consumentengoederen en op de gebouwde omgeving, omdat we daar verschil kunnen maken. Onze impact is groot en daarmee brengen we ook focus aan in de veelheid van waar circulaire economie over gaat. Per waardeketen hebben we 3 ambities geformuleerd. En als je kijkt naar de eerste ambitie voor elk van de waardeketens, dan richt die ambitie zich op het begin van de waardeketen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we ons voedsel anders produceren en gebruiken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze producten zo ontworpen worden dat ze makkelijk gerepareerd en hergebruikt kunnen worden? En hoe kunnen we ons gebouwen zo ontwerpen dat ze ook voor verschillende functies gedurende hun levenscyclus opnieuw gebruikt kunnen worden. Dus het gaat over ingrepen in het begin van de keten die bepalend zijn voor de manier waarop we onze circulaire economie kunnen inrichten. Als je kijkt naar de tweede keten, dan gaat dat over wat ik maar even noem het midden van de keten. Dus de gebruiksduur. Hoe gebruiken we voedsel? En hoe duurzaam kunnen we dat doen? Hoe gaan we slim om met spullen die we hebben, zonder dat we steeds maar weer nieuw hoeven te kopen? En hoe gaan we slim om met onze bestaande stad, met onze gebouwde omgeving, zonder dat we alleen maar gebouwen toevoegen? Hoe gaan we beter om met dat wat we hebben? En als we kijken naar de derde ambitie, die gaat hier over het einde van de keten. Jammer genoeg zal het nog een poosje zo zijn dat we ook afval produceren. Omdat we het aan het begin van de keten en ook in het midden van de keten nog niet goed genoeg hebben geregeld. Laten we dan wel zorgen dat we aan het eind van die keten zo slim mogelijk omgaan met het afval dat we nog hebben. En dat dan ook geen afval noemen, maar grondstoffen. Hoe kunnen we dat zo hoogwaardig mogelijk terugbrengen in de keten? Dus welke ingrepen we ook doen, op welke plek in de keten, hoe kunnen we dat doen zodat we de hoogst mogelijke toegevoegde waarde behouden in die hele keten? Volgende slide graag. Nou, het zal heel duidelijk zijn, we staan aan het begin van een enorme transitie, hè? Een echte wijziging van ons huidige systeem. Dat betekent dat we vooral meer vragen hebben en heel weinig antwoorden. Dus onze benadering is, we leren door het gewoon te doen. Aan de ene kant als gemeente, ja, ook ons bestuur heeft gezegd, dit is ons doel, dit is wat we willen bereiken en dit is de weg zoals wij denken dat we die kunnen volgen om daar ook te komen. En tegelijkertijd het bottom-up, hè, want er zijn heel veel initiatieven in de stad. Hoe kunnen we zoveel mogelijk ruimte geven aan al die initiatieven die accommoderen, met elkaar verbinden, zodat we kunnen versnellen en kunnen opschalen. Een tweede belangrijk onderdeel van leren door te doen, is dat we het ook inderdaad gewoon doen. We hebben dat innovatie- en uitvoeringsprogramma met ruim 200 projecten van heel veel verschillende directies binnen onze gemeente en natuurlijk ook van onze partners, van onderzoeksinstituten, van bewoners, stadsdelen en natuurlijk van de bedrijven. En we gaan eind volgend jaar
al die projecten evalueren. Kijken waar we staan, ook in relatie tot de monitor, hè, de langjarige transitie naar een circulaire economie. En hoe we in een volgend collegeperiode dat programma weer verder kunnen aanscherpen en verfijnen. Volgende slide graag. Er zijn natuurlijk heel veel rollen. En de rol die hier niet op staat, maar natuurlijk heel belangrijk is, is de rol van de kennisinstituten. Hè, waar het gaat over innovatie, waar het gaat over al die onderzoeksvragen. Maar als we kijken naar onszelf, is heel belangrijk die voorbeeldrol. Hè. We zullen het ook zelf echt goed moeten doen. We kunnen innovatie ook stimuleren. Wij kunnen die onderzoeksvragen ook uitzetten bij de verschillende instituten die we daarvoor hebben in de stad en in ons land. We kunnen nieuwe standaarden zetten. En we kunnen invloed uitoefenen. En dat is ook ontzettend belangrijk. Eén voorbeeld is, hè, zowel nationaal als Europees, oefenen wij invloed uit op hoe we ons belastingstelsel ingericht willen hebben. Hè, wat we graag willen, is dat arbeid goedkoop wordt, zodat we spullen kunnen repareren. En dat de belasting op grondstoffen omhoog gaat, zodat hergebruikte materialen een stuk goedkoper worden. Nou, de rol van bedrijven en bewoners is ook heel helder. Hè? Bedrijven hebben de kans om verschil te maken, ook aan het begin van de keten. Door anders te ontwerpen, door hun innovaties toe te passen en op te schalen. En bewoners door ook echt daadwerkelijk andere keuzes te maken. En ervoor te zorgen dat wat er dan nog is, ook hergebruikt wordt. Volgende slide graag. Nou, dit staat natuurlijk centraal in het webinar, dus daar, hier hou ik het heel kort en dat is ook mijn ene laatste slide, want Groen Carlos, Marin en Martijn zullen hier verderop in het webinar uitgebreid bij stilstaan. Hè, wat we willen doen, is op al die verschillende onderdelen van een circulaire economie, hè, dus aan de inputkant, de throughput en de outputkant, maar ook als we kijken naar hè, het sociaal fundament, de brede welvaart. Hoe monitoren we dat? Welke indicatoren? Welke data? Met wie doen we dat? Hoe maken we dat ook zichtbaar voor Amsterdammers? Dat is de opgave ook voor de komende periode. En dat verbinden we nadrukkelijk aan de doorontwikkeling van dat stadsportret. Om steeds ook zicht te houden op onze impact. Niet alleen lokaal, maar ook mondiaal. Want we zijn wel een stad die ons verantwoordelijkheid neemt, ook buiten onze stadsgrenzen. En ik denk dat dat ook cruciaal is als we kijken naar deze monitor. En dan tot slot, in onze laatste slide alsjeblieft. Dit is waar we voor staan, dit is onze ambitie. Ervoor zorgen dat we een bloeiende, zichzelf vernieuwende en inclusieve stad zijn. Binnen de planetaire grenzen. Dankjewel voor nu. De toelichting op de circulaire strategie. Even een praktische mededeling. Ik zie nog geen vragen in de chat. Er komt nu, als het goed is, een QR-code in beeld. Die kun je scannen met je mobiel. Daar staat die. En als je die scant, dan kun je ook via je mobiel vragen in de chat stellen. Dus ik nodig iedereen uit om dat vooral te doen. Als ik nog geen vragen zie verschijnen, dan, Evelien, dan heb ik nog wel een vraag voor je. Waarom is het belangrijk dat een stad als Amsterdam dit doet? Ja, goede vraag, hè? Want waarom doe je dit? Waarom begin je aan zoiets complex en iets wat over zoveel jaren pas zichtbaar zal worden, hè? Of voelbaar? Hopelijk sneller dan we nu inschatten. Het is natuurlijk een langjarige transitie en waarom doen we dat? Zeker ook als je nu kijkt naar de huidige pandemie, hè? De crisis waar we in zitten. Onze huidige manier van leven is niet langer houdbaar. De manier waarop we produceren en consumeren is gewoon niet langer houdbaar. De kwetsbaarheid van hele lange productieketens, afhankelijkheid van China of India. Maar veel belangrijker ook nog de enorme schade die onze huidige manier van produceren en consumeren veroorzaakt elders in de wereld. En waar het gaat over milieuschade, als je kijkt naar dagmijnbouw bijvoorbeeld, de arbeidsomstandigheden die er slecht zijn. En wat we ook hebben uitgerekend bij de publicatie van onze eerste monitor. 2/3 van de totale CO2-emissies waar Amsterdam voor verantwoordelijk is, worden veroorzaakt elders in de keten, dankzij de spullen die wij gebruiken in de stad. Dat is een onhoudbaar systeem. Ja, dus Amsterdam kijkt eigenlijk verder dan alleen de uitstoot in de stad.
Ja, dat vind ik ook onze verantwoordelijkheid als hoofdstad. Onze verantwoordelijkheid houdt nadrukkelijk niet op bij de stadsgrenzen. En in die zin is de wereld onze scope, zou je kunnen zeggen. Ja, dankjewel. Ik ga nog één hele korte vraag stellen. Of nee, een complexe vraag, maar misschien dat je een compact antwoord hebt. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar je nu tegenaan loopt? We zijn natuurlijk zo gewend aan onze huidige manier van beslissingen nemen, aankopen doen. Dus die dagelijkse patronen zijn zo ingesleten dat het natuurlijk ontzettend lastig is om dat te veranderen. Dus we zullen met elkaar ook op zoek moeten naar de juiste prikkels om dat ook zo makkelijk mogelijk te maken. Dat begint ook bij ons als organisatie om het goede voorbeeld te geven. Het gaat ook om nieuwe verdienmodellen. Hoe kunnen we niet alleen financiële waarden, maar ook andere waarden onderdeel maken van ons verdienmodel, hè, als stad, als van bedrijven, van bewoners. En die noemde ik net ook al, we zullen er met elkaar voor moeten zorgen dat we ons belastingstelsel vergroenen. Dat arbeid goedkoper wordt en de belasting op primaire grondstoffen en op energie omhoog gaat. Dat is cruciaal. Ja, ja, grote uitdaging waar we voor staan, maar we zijn grote stappen aan het zetten volgens mij. Het is tijd om door te gaan naar de volgende spreker. Hartelijk dank, Evelien. We gaan nu luisteren naar Arjan van Timmeren. Arjan is hoogleraar Environmental Technology and Design aan de TU Delft en is een veelgevraagd spreker over duurzaamheid en circulariteit. Hij is voorvechter uit de wetenschapshoek voor de slimme toepassing van data van de circulaire economie. Welkom, Arjan. Dankjewel. Hallo allemaal. Fijn om hier naast de gemeente Amsterdam, maar ook met name ook naast Rijkswaterstaat en het LMA, deze webinar te kunnen bijdragen. En zoals gezegd, met name het kennisinstellingenperspectief en het nut en noodzaak van een objectieve, gevalideerde onderbouwing van een monitor, van een platform, om dat te helpen toelichten vandaag. En misschien kunnen de slides ondertussen in beeld komen. Volgende slide. Ja, zoals gezegd, mijn achtergrond is vanuit milieutechniek en ontwerp. We hebben een leerstoel die heel actief is op het gebied van metabolisme, stedelijk metabolisme zeggen we dat, noemen we dat. Maar met name ook vanuit het perspectief van duurzaamheid en circulaire economie. Daarnaast ben ik tot heel voor kort wetenschappelijk directeur geweest van het AMS-instituut, inmiddels principal investigator. En dit is een instituut van drie universiteiten, MIT, TU Delft en Wageningen Universiteit, samen met de stad Amsterdam en diverse andere partners. En daar kijken we met name hoe wetenschap zich op een hele lean manier kan vertalen naar de praktijk, om een echte sprong te maken aangaande de verschillende uitdagingen die steden op dit moment wereldwijd hebben. Volgende slide misschien. Vandaag gaan we natuurlijk focussen op circulariteit, met name ook op het concept afval en misschien zou je moeten zeggen grondstof. En ik heb een eerste slide toegevoegd om even aan te geven, we leven in een welvarend land. En welvaart en zeg maar de afvalproductie, die zijn heel erg met elkaar gerelateerd, zoals in deze slide te zien is. Dat geeft het eerste aan dat het soms moeilijk is om afval te adresseren, omdat welvaart eigenlijk een heel ander gebied is vaak. Anderzijds geeft het ook aan dat wij misschien ook wel de meeste kans hebben om daar ook voorop te lopen. En dat durf ik te zeggen, dat kunnen we met z'n allen in Nederland. Volgende slide misschien. En meteen de volgende. We hebben genoeg afval in Nederland. En het punt is dat daar nog te veel, en dat is geen nieuw fenomeen natuurlijk voor u allen, dat er nog te veel lineair mee omgegaan wordt. Er wordt wel gesproken van de circularity gap, dus een groot gat tussen de input en de output. Er verdwijnt veel, er wordt niet circulair omgegaan met die afvalstromen. En op wereldschaal gezien zelfs is het zo dat slechts 9% van alle materialen per jaar wordt gerecycled. Dus wat hier grafisch als een half cirkeltje staat is eigenlijk veel groter. Dus maar 9% is werkelijk circulair. Volgende slide. Er zijn ook heel veel definities voor circulariteit. En ik ga niet vermoeien met al die definities. In het midden ziet u het schema van de Ellen MacArthur Foundation.
wellicht het meest aangehaalde en het meest bekende schema met een technosfeer en een biosfeerkant, waar circulaire op schaal gerelateerde stappen gedaan kunnen worden. We hoorden eerder ook al de donut benadering. Dat is natuurlijk niet een definitie, maar wel een benadering. Maar in ieder geval zijn heel veel routes naar deze circulaire toekomst. Volgende slide. Om die routes meer gesteund, zeg maar ook vooral objectief en gevalideerd te begeleiden, is er een toenemende mate ook eigenlijk een soort van noodzaak om data te kunnen vertalen naar kennis. Naar kennis die besluiten, die belangrijke besluiten en alledaagse regelgeving en activiteiten in steden, in regio's, in landen kan helpen ondersteunen en informeren, zo gezegd. Tot dat doel hebben wij in Delft zijn wij heel actief in nationaal en internationaal onderzoek. En met name vandaag wil ik de gevolgen laten zien van twee Europese, grote Europese projecten waarin wij leidend zijn vanuit de TU Delft. En waarin wij een instrument, een tool hebben ontwikkeld op basis waarvan nu ook een platform is doorontwikkeld met een start-up. De projecten zijn de grote Horizon projecten Repair en Cinderella. En het verschil is eigenlijk dat de eerste Repair heeft het tool opgezet met 6 landen in Europa. En we hebben ook heel veel basiskennis moeten ontwikkelen voor het platform. En in Cinderella hebben we ons meer toegespitst op de business models en ook op het bouw- en sloopafval als specifieke deelstroom. Volgende slide. Een stapje terug is misschien meer methodisch, maar wel belangrijk om te begrijpen waar we nou straks naartoe gaan met het monitor, is om even een stukje historie heel kort in 3 slides te vertellen. In de jaren 80 en daarvoor in 90 waren we nog heel erg gebaseerd in het denken over metabolisme, over stedelijk metabolisme, in de zogenaamde black box. Dus een input en een output, wordt als eco-device werd het benoemd. En daarbinnen, daar gebeurde van alles met die materiaalstromen. Maar er was eigenlijk heel weinig bekend van wat er gebeurde en hoe die activiteiten waar plaatsvonden, door wie. In de vervolgstappen, en dat is de volgende slide, en dat wordt ook wel gekoppeld aan het grey box model. In de vervolg hebben we eigenlijk steeds meer kennis kunnen vergaren over de deelstromen binnen de stad. Het kan ook een andere afbakening zijn, de regio, het land, groter zelfs nog. Dat komt via de Sankey-diagrammen, die we vooral ook ontwikkeld vanuit de industriële ecologie. Maar nog steeds, eigenlijk zou je kunnen zeggen, was dit toch heel veel lump sum informatie. Nog steeds niet heel geospecifiek of actorgerelateerde kennis. Het fijne van de laatste jaren, en dat is de volgende slide, is dat we nu veel meer vanuit een netwerkmodel in staat zijn om data te verwerken. Dat wil zeggen dat de dubbele complexiteit van onze gebouwde omgeving, met name de gebouwde stedelijke omgeving, die is eenvoudiger in kaart te brengen aan de hand van geavanceerde ICT-tools, maar ook aan de hand van met name een hele grondige database die daar aan de grondslag ligt. En hier komt ook het LMA en de Rijkswaterstaat om de hoek kijken. Volgende slide. In feite zou je kunnen zeggen dat in die afgelopen 3 decennia dat we eigenlijk van systemen die dus niet ruimtelijk waren, niet specifiek gebruikersgerelateerd konden worden nog, of onvoldoende, en ook onvoldoende accuraat waren, volgende slide, naar een vervolg hebben kunnen ontwikkelen binnen die Europese projecten, die eigenlijk veel specifieker de afvalstromen in onze gebieden kunnen visualiseren. En niet alleen visualiseren, maar ook kwantificeren. En hier zie je even heel specifiek een weergave van een rode Sankey die heel breed is van de consumentenafvalstromen. En diezelfde consumentenafvalstromen voor de Amsterdamse metropolitane omgeving weergegeven op de kaart. En dan zie je dat die hele brede Sankey natuurlijk veel specifieker is en verdeeld is over de regio. Dat geeft veel meer informatie die relevant is voor bestuurders en voor
voor degenen die alledaagse besluiten moeten nemen en richting een circulaire economie. Volgende slide. Wij noemen het ook wel een activiteitengebaseerd een Spatial Material Flow Analysis, dus een Activity-Based Spatial Analysis, ook wel een ASF, MFA. En dat is namelijk omdat we op basis van de deelstromen natuurlijk ook moeten bepalen of een alternatief die lineair van lineair circulair wordt, of dat ook werkelijk duurzaam is. Want het is niet gezegd dat circulair per definitie altijd duurzamer is dan lineair. En dat heeft te maken met allerlei zij-effecten, energiegebruik, transport en ga zo maar door. Dus het is heel belangrijk dat we dus die koppeling maken van de afvalstromen van de circulaire oplossingen aan locatie en aan gebruikers. Dus, en daar hebben wij een methode voor ontwikkeld als TU Delft samen met Europese partners die hands-on is, inzichtelijk en interactief, die specifiek voor actoren is gelinkt en die ook ruimtelijk de zaken visualiseert zodat het informatief te gebruiken is. Volgende slide. En ja, dat ligt natuurlijk achter dat de data die heel goed voorhanden is, en daar heb ik al eerder naar verwezen, heeft LMA een cruciale rol in Nederland. En met de LMA natuurlijk alle steden die en overheden die daarin de data aanleveren, op de hand van de meldingen. Maar die data die is cruciaal in natuurlijk hoe we straks die oplossingen kunnen verzinnen voor die ambities die we hebben met z'n allen in de komende 15 of soms iets langer jaren. Maar die data moet opgeschoond worden. Die moet dus gekoppeld zijn of worden aan een geolocatie. Die moet je gebruiken waar nodig. En dan moet je allerlei vormen van slimmigheidjes op toelaten. Ook te extrapoleren naar andere velden. En daar zijn we heel druk mee geweest de afgelopen 5 jaar al. Eigenlijk al langer, maar specifiek deze tool de afgelopen 5 jaar. Samen met LMA ook. Volgende slide. En dat heeft geleid tot een tool, een online tool, een zogeheten Game Design Decision Support Environment, waarbij we inzichtelijk kunnen maken, en dit is een freeze in deze slide, maar het zijn bewegende flows voor de Amsterdamse specificiteit van het Amsterdamse metropolitane gebied, van de afvalstromen die je dus als gebruiker kunt aanvinken en kunt laten zien van hoe die stromen in de regio of daarbuiten zelfs. Volgende slide. En natuurlijk omdat wij wetenschappelijk proberen een en ander te valideren, hebben we dat niet alleen, we hebben dat wel in eerste instantie voornamelijk vanuit Amsterdam gedaan, maar we hebben ook gekeken hoe we dat konden valideren met andere bestuurscontexten, met andere culturen, met andere, zou ik kunnen zeggen, regelgeving rondom materiaal en afval. Niet alleen elders in Nederland, maar ook op andere schalen, maar ook buiten Nederland. En hier zijn wat beelden om te laten zien dat het eigenlijk ook meteen heel inzichtelijk maakt hoe verschillend eigenlijk de regelgeving en de kansen en de problemen en hoe alles geregeld is in de verschillende landen waar we dat hebben onderzocht. Volgende slide. Wat belangrijk is, is dat uiteindelijk natuurlijk het probeert te informeren. Het probeert besluitvorming te informeren op een gevalideerde manier. En met name ook op zo'n manier dat we echt werkelijk duurzamere oplossingen kunnen realiseren. En die ook kunnen worden, meteen kunnen worden aangepakt, kunnen worden uitgevoerd. Dus de beantwoorde vragen, wat mij betreft, maar ook een heleboel onbeantwoorde vragen die nog lagen voordat we hieraan begonnen. En het is een lopend traject, dus daar zijn we nog steeds mee volop in ontwikkeling. Zijn in hoeverre, welke types en welke hoeveelheden afvalmaterialen zijn nou specifiek in een bepaald gebied? Dat kan Amsterdam zijn, dat kan een provincie zijn, dat kan een land zijn, maar zelfs daarbuiten. Zijn beschikbaar om circulaire concepten te kunnen realiseren. Maar ook waar gaan en waar en hoe gaan deze momenteel verloren? Hè? Dus want waar verdwijnen dus de verschillende stromen afval? Hè? Het is een bekend fenomeen, is ook wel zijn voor de koelkasten die van de data verdwijnen, die toch ergens heen gaan. Maar misschien zijn er ook nog wel veel rijkere afvalstromen, waar we veel aan hebben in directe nabijheid van waar ze eigenlijk gecreëerd worden, zonder ze heel erg ver te hoeven transporteren.
Ik noemde ook al even de milieu-impact. Dit is heel essentieel, omdat er toch een soort van misconceptie is dat circulair per definitie milieuvriendelijker is. En daar moet gewoon een gevalideerde manier van milieuvalidatie plaatsvinden. Hè. Dat hebben we gedaan door LCA te integreren of te koppelen aan dit platform. Vervolgens, wat is de potentie van deze materialen? Dus hebben ze potentie om te worden hergebruikt vanuit het perspectief CE? En tenslotte, voor welke bedrijven? Welke bedrijven kunnen hier een nieuwe grondstof in vinden vanuit dit principe? Nou, dat zijn allemaal aspecten die dus zullen helpen, het beantwoorden van deze vragen, bij het creëren van oplossingen en bij het nemen van besluiten om die oplossingen te versnellen of te versterken. Volgende slide. Wat heel belangrijk is, wat bij ons tot verschillende inzichten heeft geleid, is in ieder geval los van die hele, hele specifieke data tot op het adresniveau, dat er ook een ontzettende grote onderverdeling is tussen municipal of tussen gemeentelijk afval, consumentengerelateerde afval en andere afvalstromen, zoals hier in beeld gebracht, de organische afvalstromen, met name de bouw- en sloopafval, dat natuurlijk een grote tonnage is, hè, dus de massa is redelijk groot, maar ook consumptiegoederen en industrieel waste. En die inzichtelijkheid op zich, die is bekend, maar wat je dus nu kan doen, is je kan ze lokaliseren. En je kan ze koppelen aan kansen en aan actoren. Volgende slide. En hier in beeld gebracht, ik liet eerder al een visualisatie zien van al die afvalstromen voor Amsterdam. Hier in beeld gebracht zijn die afvalstromen niet als flyover afvalstromen in beeld gebracht van punt A naar punt B, maar die worden natuurlijk ook in de fysieke wereld getransporteerd. En daaraan gekoppeld zitten allerlei milieulasten. En we hebben nu ook in het afgelopen jaar hele grote sprongen gemaakt om dus met name die transportkilometers gerelateerd aan die afvalstromen te kunnen koppelen aan de wegeninfrastructuur van Nederland en aan de en daarmee inzichtelijk te maken van waar de grootste last voor het milieu, voor de omwonenden, maar ook in dit geval CO2, ligt in de gebouwde omgeving. En hier rood met de zwaarste last en in de lichtere kleur tot groen de mindere last. Heel belangrijk te melden hier gaat het dus alleen even over de Amsterdam Metropolitan Area gerelateerde afvalstromen. Als je dit extrapoleert en voor elk van de andere steden doet, of regio's, of naar onze voorkeur zou het zelfs op landelijk of daarboven kunnen plaatsvinden, dan krijg je een heel interessant en ontzettend belangrijk platform waarmee je besluiten kunt kijken van wat voor invloeden heeft het maken van stappen van lineair en circulair op de directe leefomgeving van ons allemaal. Volgende slide. Wat het ons heeft geleerd, en dat is natuurlijk een heleboel meer dan deze drie aspecten die ik hier noem, maar het is toch eventjes om het even te highlighten. 22% van het afval in de studie voor MRA, de regio Amsterdam, is direct herbruikbaar door een andere partij. Terwijl 70% van al het afval wordt veroorzaakt door slechts 7% van de bedrijven in de MRA. Dat is een gigantische hoeveelheid afval met heel weinig stakeholders. Dus je weet eigenlijk op wie je je moet richten als bestuurder om effect, om impact te creëren. En jaarlijks wordt er 9 miljoen kilometer afgelegd om afval vanuit Amsterdam naar afvalverwerkers uit heel Nederland te brengen. U heeft die visualisatie gezien, het gaat heel Nederland door en daarbuiten zelfs. En dit is een gigantisch getal natuurlijk en het geeft aan dat we nog ontzettend veel te winnen hebben om van werkelijk lineair naar werkelijk circulair te gaan. Volgende slide. En dat is eigenlijk waar ik een van de onderzoekers wil introduceren. En die gaat even een demo geven van dit platform, van de tool die ontwikkeld is. Omdat het eigenlijk al de enige manier is om inzicht te krijgen in hoe een en ander werkt. Het betreft Arnoud Sabbe, dat is een PhD-kandidaat bij mij in de leerstoel. Maar ook al senior onderzoeker enige tijd op het gebied van circular economy. In binnen- en buitenland, Singapore, België, Nederland. En sinds kort ook de CEO van Geofluxus. En dat is een start-up die voortgekomen is uit de
hier gepresenteerd twee Europese onderzoeksprojecten. En ik moet zeggen, een heel serieus en een heel snel groeiende start-up. Ik geef graag, ik schuif letterlijk de computer 1,5 meter door, maar bij deze gaat hij de demo verzorgen. Dank u wel voor dat. Goedemiddag iedereen, mijn naam is inderdaad Arnoud Sabbe, zoals Arjen mij al introduceerde. Ik ga even mijn scherm delen om jullie de komende 10 minuten eigenlijk een korte rondleiding te geven doorheen de tool die wij ontwikkeld hebben aan de TU Delft. En die dus die verschillende visualisaties en analyses die Arjen al liet zien in de presentatie interactief maakt. Hè. Dus dat jullie ook kunnen zien hoe de tool en het platform effectief werkt. Ik deel even mijn scherm. Jullie zien, als alles goed is, momenteel het platform voor jullie. Het platform dat eigenlijk gebaseerd is op het gebruik en op de valorisatie van de data uit het landelijk meldpunt afvalstoffen. De spreker na dit slot, Tjerk van het LMA, zal daar in zijn presentatie verder op ingaan. Maar wat we dus gedaan hebben, is eigenlijk die LMA-data gecombineerd met allerlei andere verschillende databronnen van de Kamer van Koophandel, ruimtelijke data, geografische kaarten, gegevens en dergelijke. En die geïntegreerd en verrijkt met elkaar. En dan eigenlijk ervoor gezorgd dat er op verschillende manieren en op verschillende wijzen en lenzen naar die data gekeken kan worden. En het platform is opgebouwd in twee stappen, in twee delen. Zijn het ten eerste het filteren, dus het vernauwen van hetgene waar je op zoek naar bent als beleidsmaker, als gemeentelijk ambtenaar. Hè. Dus die LMA-data is een ongelooflijk grote dataset met letterlijke honderden duizenden rijen. Hoe kan je nu meer gericht op zoek gaan naar de afvalproductie van een bepaald bedrijf, naar een bepaalde materiaalstroom, naar een bepaald gebied in je stad? Ben je enkel geïnteresseerd in de afvalmaterialen die de potentie hebben om hergebruikt te worden in een circulaire economie? Dat is allemaal, die filtering kan je doen in de eerste stap van het platform. En als je dan verder naar beneden gaat, naar de tweede stap, kan je eigenlijk je goal, je doel, naar waar ben je op zoek, specifieren. Ben je geïnteresseerd in het monitoren? Hè? Dat is iets wat Evelien en Arjan reeds aan het uitleggen waren. Wil je kijken hoe zaken veranderen doorheen de tijd? Dan ga je in het monitoren hoofdstuk verder. Maar ben je geïnteresseerd in de milieu-impact van een bepaalde afvalstroom, van een bepaald bedrijf, van een bepaald gebied in je gemeente, dan ga je hier naar het Environmental Impact Assessment onderdeel. Ik zal misschien even een aantal zaken laten zien en dan kunnen we samen een aantal visualisaties live maken. Dus hier in die eerste stap hè, van het filteren van de afvalstromen. Hè, dus je kan hier bijvoorbeeld specifieren dat je geïnteresseerd bent in afvalstromen die geproduceerd zijn binnen de gemeente Amsterdam. En die vervolgens als destinatie, als bestemming, een andere gemeente of een ander land zelfs hebben. Dat kan je dan hier verder kiezen. En vervolgens ook meer specifieren in welke type materialen je op zoek bent. Wil je volgens de Ural-classificatie werken of ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in, laat ons glas zeggen. En dan gaan we naar dus het monitordeel bijvoorbeeld. Hoe zien alle glasafvalstromen eruit die in de gemeente Amsterdam geproduceerd zijn? Op kaart. En dan krijg je bijvoorbeeld de volgende visualisatie. Met dus een kaartje waarop je kan zien, het zijn alle afvalmaterialen geproduceerd in de gemeente Amsterdam. En die vervolgens naar Alkmaar, Heemskerk, Haarlemmermeer enzovoort werden getransporteerd. Met dus een specificatie van de hoeveelheid, een tonnage. En wanneer dit gebeurde, in welk tijdsperspectief. Dit is een tweede kaartje dat ik reeds heb voorbereid voor jullie. Dit is een kaartje dat alle direct herbruikbare
houtafvalstromen uit de gemeente Amsterdam laat zien. In deze tweede stap kan je hierop kiezen de characteristics, dus de kenmerken van die afvalmaterialen. Of je dus geïnteresseerd bent, en dat is eigenlijk een nieuw klassificatiemodel dat we aan de TU Delft hebben ontwikkeld, die dus die materialen, die afvalmaterialen, niet meer beschrijft als zijnde afval, maar beschrijft als zijnde grondstoffen. Grondstoffen die een bepaalde potentie hebben tot hergebruik binnen de circulaire economie. En dus daarop kan je ook zoeken. Ben je bijvoorbeeld geïnteresseerd in alle materialen die direct herbruikbaar zijn door een andere partij, die geproduceerd werden in de gemeente Amsterdam en die eigenlijk voorheen als afval werden geclassificeerd. Dus hier zie je bijvoorbeeld alle houtstromen die eigenlijk meteen herbruikbaar zijn, maar die dus momenteel nog eigenlijk naar ver weg worden gebracht om daar vervolgens bijvoorbeeld verbrand te worden. En tot slot een laatste kaartje dat ik jullie nog even wilde laten zien, dat Arjan ook in zijn presentatie reeds toonde, is dus inderdaad die impact op het wegennetwerk van afvalmaterialen en het transport van afvalmaterialen, dat dat dus echt gigantisch is. Dus meer dan 9 miljoen kilometer per jaar dat wordt afgelegd om afvalmaterialen die in de gemeente Amsterdam worden geproduceerd, om die vervolgens naar afvalverwerkers over heel het land te brengen. En dat je dus vervolgens ook kan kijken bijvoorbeeld op welk deel van het wegennetwerk werd hoeveel CO2 uitgestoot. En daar kan je dus ook nog eigenlijk op inzoomen, uitzoomen, verschillende... je kan ook niet alleen in kaart kijken, maar ook bijvoorbeeld in staafdiagrammen of in taartdiagrammen. Je kan eigenlijk alle verschillende mogelijke visualisaties of inzichten of berekeningen die te maken hebben met afvalmaterialen en hoe deze te hergebruiken, kan je via dit platform achterhalen en vervolgens toepassen om binnen jouw gemeente beleid op aan te passen en nieuwe beslissingen al dan niet wel of niet te maken. Ik zie op de tijd dat we bijna moeten stoppen, dus ik stel voor dat ik eigenlijk mijn scherm stop met het delen en dat we hopelijk naar een aantal vragen vanuit het publiek kunnen gaan. Dank je wel voor jullie aandacht. Ja, Arjan en Arnoud, hartelijk dank voor jullie mooie presentatie. Ook heel mooi om te zien wat voor stappen jullie aan het zetten zijn met het in kaart brengen van de afvalwerken. En er zijn inderdaad een aantal vragen binnengekomen uit het publiek. De eerste vraag die ik binnen heb gekregen is, hebben jullie echt een beeld van al het afval? Oftewel, wat is de nauwkeurigheid van deze cijfers? Ja, in principe wel. En de nauwkeurigheid heeft natuurlijk heel erg te maken met de nauwkeurigheid van de data van het LMA. En dus met de nauwkeurigheid van meldingen die gemaakt worden. En dat is natuurlijk een inschatting die... Dat is eigenlijk een vraag zou kunnen zijn die straks nog een keer gesteld kan worden. Want voor ons is het moeilijk om per definitie te zeggen dat data-accuratie 100% is. Dat is duidelijk dan niet. Hè? Dat is altijd nog niet gemelde afvalstromen. Het grijs is een kriek, zo gezegd. Maar in principe is dat eigenlijk ontzettend aan het verbeteren de laatste tijd. En dit soort visualisaties helpen daarbij natuurlijk. En op dit moment is het zo dat van de bekende, de gemelde datastromen, dat zijn dan toch afvalstromen, dat die dus in beeld zijn. En daarmee dat je ook eigenlijk alleen dan kunt zien voordat ze plaatsvinden, dus voordat die kilometers plaatsvinden, dat er eigenlijk oplossingen worden verbonden aan die stroom. Of dat potentiële bedrijven die potentieel geïnteresseerd zijn in bepaalde stromen om hun eigen processen circulair te maken, kunnen kijken met de gemeente of met andere via het platform in hoeverre die gewenste stroom die ze nodig hebben als grondstof beschikbaar is nabij. En dan is het heel verbazingwekkend vaak om te zien hoe nabij sommige potentiële circulair gebaseerde grondstoffen zijn. Dus dan zouden we eigenlijk ook moeten wachten met het transporteren van het afval? Ja, als je het zou kunnen opslaan, dan wel. Maar goed, zoals gezien is het op dit moment is de accuratie per jaar of per maand hebben we. Je zou kunnen zeggen dat een maand al bijna geen zin heeft, maar het liefst wil je het real time. Maar wat je doet natuurlijk is vooral de potentiële afvalstroom voorkomen.
En in eerste instantie is de data natuurlijk altijd al achter, is eigenlijk van afval dat reeds getransporteerd, geproduceerd of verwerkt is. Op dit moment is het dus vooral om te informeren, zodat het veranderen kan. Het is niet zo dat je nu kan zeggen van, oh, ik wil interveneren. Dus het is vooral het informeren van besluiten om te voorkomen dat in de zo dicht mogelijk bij het moment liggend de toekomst, zeg maar, die afvalstromen niet meer plaatsvinden. Klopt. Ja, dank. En misschien ook mooie vragen om zo meteen nog aan Tjerk te stellen. Ik krijg nog een vraag binnen van Gijs Eggens. Die vraagt, betekent dit dat alle afvalstromen echt in Nederland blijven of is deze kaart beperkt tot Nederland? Dit slaat denk ik op het kaartje wat Arna kan zien. Ja, deze kaart die is beperkt tot Nederland inderdaad. En dat heeft gewoon te maken met dat we natuurlijk op een gegeven moment onze grenzen moeten stellen. Maar dus zeer zeker zijn er dus deel afvalstromen die dus buiten de grenzen verdwijnen. Maar in principe is dat allemaal bekend. Dus dat hebben we in deze visualisatie erbuiten gelaten. Ja, Correct. Dat heeft ermee te maken dat wij natuurlijk ook de bestuurseenheden die dus actie kunnen ondernemen, dat die dus in Nederland liggen in ons geval. Ja, ik zit even te kijken ondertussen naar andere vragen nog die binnenkomen in de chat. Ik krijg nog binnen, kan een eenduidig lange termijn doel, bijvoorbeeld de transitie naar een volledig circulaire economie in 2050, leidend zijn binnen een gemeentelijk beleid? Misschien is dat meer een vraag voor Evelien, denk ik. Ik denk het, ja. Ja, dat denk ik ook. Dan misschien dat Evelien zo meteen nog even beschikbaar is. Oh, ik ben er. Herhaal hem nog heel eventjes voor me, want ik was vooral naar Arjen aan het luisteren. Ja, kan een eenduidig lange termijn doel leidend zijn binnen gemeentelijk beleid? Ja, dat toont natuurlijk ook aan door ook de strategie voor de komende jaren verder te laten kijken dan deze collegeperiode. Het is ook dit college die bij het aantreden ook heeft gezegd, we realiseren ons dat we over onze collegeperiode heen moeten kijken. En als je ook kijkt naar de opgaven waar het gaat over klimaatverandering, waar het gaat over de transitie naar een ander economisch systeem, dan weten we allemaal dat dat stevige en langdurige opgaven zijn. Dus je kunt niet anders dan het op die manier neerzetten. En het helpt ook heel erg om een stip op de horizon te hebben, want iedereen weet waar die aan toe is. En heeft dus ook de tijd en de ruimte om zich daarop voor te bereiden. Dus ik denk dat het vooral ook helpt in het focus aanbrengen in de dingen die we doen vandaag en morgen. Ja, dankjewel. Dan gaan we ook misschien nog even over naar Arjen. Ja, sorry, ga verder. Het is niet helemaal de lange termijn, maar het is wel zo dat we toonden al even in de slides dat we hebben dat een heel klein aandeel, of een heel groot aandeel door een heel klein aandeel bedrijven wordt geproduceerd. Hè. En daarmee heb je heel sterk je prioriteiten als gemeente, als je snel impact wil. Maar ook natuurlijk heb je meteen een hele grote hoeveelheid te pakken. Een van de andere aspecten die naar voren kwam, is dat ook zogenoemde grote infrastructurele projecten in Amsterdam en Noord-Zuidlijn, dat die ontzettende impact hebben. En je kan daar natuurlijk van leren. Je weet wat de grote infrastructurele projecten gaan worden de komende jaar, omdat daar heel veel planvorming aan vooraf gaat. En als je dat weet, dan kun je dus ook die circulaire doelstellingen kun je dus daarop inrichten. En ik denk dat dat dus ook een langetermijnsperspectief is wat uit deze monitor naar voren komt. Dankjewel Arjan. En misschien een mooie vraag ook in het verlengde hiervan is, kun je een concreet voorbeeld geven van een inzicht dat uit jullie platform is gekomen en waardoor de gemeente op dit moment verdere beleidsstappen onderneemt? Ik denk dat Arnoud het heel goed kan. Dus ik ga hem toch weer doorschuiven, maar in principe zijn er wel verschillende voorbeelden te noemen. Ja. Hallo. Een van die voorbeelden is inderdaad wat Arjan net toelichtte, dat we eigenlijk in de historische data die we geanalyseerd hebben van het LMA, zagen dat inderdaad die grote infrastructuurprojecten, in de gemeente Amsterdam is dat de voorbije jaren de Noord-Zuidlijn heel erg geweest, maar ook alle ontwikkelingen die in Havenstad plaatsvinden, dus in het noorden van de stad, een ongelooflijke impact hebben op vlak van afvalproductie en ook op vlak van de materialen die daarvoor gebruikt worden om die
om die ondergrondse tunnels en om die nieuwe grote ontwikkelingen te produceren. En dat eigenlijk die impact daarvan op CO2, op stikstofuitstoot, op die transportkilometers die gemaakt werden, eigenlijk heel erg groot is en veel groter is dan de kleine... Ja, de kleine zelfstandige of de kleine MKB'er die afval produceert. En dus dat is iets wat vanuit de gemeente nu, we hebben daar heel erg duidelijk getallen op kunnen kleven, op vlak van milieu-impact, op vlak van welke materialen worden er bij die grote infrastructuurprojecten gebruikt die eigenlijk de potentie hebben om op veel lokalere schaal te worden hergebruikt. En dat is nu bijvoorbeeld iets waar de gemeente heel erg specifiek worden de kademuren in de gemeente Amsterdam nu aangepast. Die moeten worden opgehoogd, die moeten worden gerenoveerd. Waar dat we nu samen naar kijken eigenlijk. Hè. Hoe we kunnen zowel de afvalstromen die uit het ophogen van die kademuren en het toekomstbestendig maken van die kademuren, hoe kunnen die afvalstromen lokaler worden hergebruikt, ten eerste. Maar ook ten tweede, hoe kunnen er lokale afvalmaterialen worden gebruikt om die kademuren op te hogen en verder te renoveren. En dat is nu dat is heel erg concreet beleid dat nu verder wordt uitgezet door een departement binnen de gemeente, waar eigenlijk inzichten vanuit die monitor, vanuit het platform, worden voor toegepast. Ja, dankjewel Arnoud voor dit hele actuele voorbeeld ook. Ik ga jullie allebei hartelijk bedanken voor de mooie presentatie en de informatie. Ik krijg net bericht dat er nog meer vragen binnenkomen. Deze kunnen op de mail gezet worden en dan zal ik zorgen dat deze ook terechtkomen bij Arjan en Arnoud. Want het is nu tijd om verder te gaan naar onze volgende spreker. Hij is al een aantal keer genoemd. Het gaat om Tjerk van Veen van het LMA, het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen. En Tjerk gaat ons meer vertellen over wat het LMA is, wat ze doen en welke rol het LMA kan spelen in de transitie naar een circulaire economie. Ja, dankjewel. Hopelijk ben ik goed te horen door iedereen. Mijn naam is Tjerk Terveen van het Landelijke Meldpunt Afvalstoffen. Ik ga zo met de slides het verhaal houden. Maar ik wil allereerst eventjes kort ingaan op de vraag die werd gesteld of als het gaat om de melding van het LMA of we volledig zijn, ja of nee. Die werd dus tenslotte net aan Arjen gesteld. Nee, wij zijn niet volledig, maar we hebben wel heel veel gegevens tot onze beschikking. En Wies is de webinar begonnen met de mededeling dat als je inzicht hebt, je ook beter uitzicht hebt op een circulaire economie. En wij pretenderen om wel wat inzicht te kunnen geven. En dat zou ik graag ook in een verhaal willen toelichten. En dan zou ik graag naar de volgende slide willen. En dan nog eentje verder. Ja, dankjewel. En dan nog eentje verder. Helemaal geweldig. Ik wil allereerst eventjes aangeven wat de rol en de functie van het LMA is. Ik zou bijna zeggen, waarom is het LMA hier op aard? Wij zijn de landelijke meldinstantie als het gaat om handelingen met afval. Moet je voorstellen dat er in wet milieubeheer en het besluit melden, dat is wetgeving, staat heel duidelijk aangegeven, dat bedrijven die afvalstoffen ontvangen meldingsplichtig kunnen zijn en die moeten dan aan het landelijke meldpunt afvalstoffen melden wat voor afvalstoffen ze hebben ontvangen en uiteraard welke hoeveelheden waar het vandaan komt en dergelijke. Een groot deel van de bedrijven in Nederland die handelen in afval, die zijn gekoppeld aan ons systeem en die melden dus wat ze met hun afval doen. Wij zijn als landelijke meldinstantie ondergebracht bij Rijkswaterstaat, een van de landelijke uitvoeringsinstanties die voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt. De vraag werd net ook gesteld, goh, hoe zit het eigenlijk met de afvalstromen die de grens overgaan? Laat ik dan meteen ook eventjes al aangeven dat die afvalstromen, die zijn weer bekend bij Inspectie Leefomgeving en Transport. En dat is weer een andere uitvoeringsinstantie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dus de internationale afvalstromen, die zijn grotendeels bij de IOT bekend. Als het gaat om het LMA, onze opdrachtgevers, dat zijn de gemeentes en de provincies en het ministerie van INW, gemeentes via VNG en de provincies via IPO. En die hebben uiteraard een hele goede invloed op ons. Want die opdrachtgevers die zeggen ons ook, jullie moeten veel meer doen met de circulaire economie. Want de potentie van jullie data die is groot. Dus daar zijn we ook enthousiast mee aan de slag. En ik zou graag naar de volgende slide willen. Als het gaat om dit specifieke project, het is de TU Delft, de heer Van Timmeren die oorspronkelijk het initiatief heeft genomen
om het LMA te benaderen. Volgens mij was het al 2,5 jaar geleden. Nou, wij waren meteen enthousiast en we hebben uiteraard de meldgegevens beschikbaar gesteld. Ook enkele keren hebben we actief meegedacht met hoe de gegevens te duiden zijn. En wat ook nog wel interessant is om te melden, is dat er nog wel een contract moest worden ondertekend tussen de TU en de Rijkswaterstaat. Om ervoor te zorgen dat de gegevens niet op straat belanden. Dat had wel wat voeten in de aarde, maar uiteindelijk toen dat helemaal gelukt was, konden de meldgegevens geleverd worden. En kon de TU aan de slag met wat net is laten zien. Ik zou graag naar de volgende slide. Toegang tot onze meldgegevens. Allereerst nog eventjes een korte samenvatting. Wij krijgen dus meldingen van ontvangen afvalstoffen. Wat voor type afval het is, wat voor verwerking er voorgenomen is om op die afvalstoffen toe te passen. Maar wij zien ook waar de afvalstoffen zijn vrijgekomen. Dus ook al zullen de bedrijven waar afvalstoffen vrijkomen zelf niet melden in ons systeem, wij zien wel, omdat derden over hen melden, wat er bij hen vrijgekomen is. Die meldgegevens die worden wel als bedrijfsgevoelig beschouwd. Ik had het net al over het contract dat getekend moest worden tussen de TU Delft en Rijkswaterstaat. Het is dus niet openbaar voor iedereen. Maar deze webinar die geven wij voor gemeentes, provincies en andere overheidsinstanties. En dan komt het leuke om de hoek kijken dat de omgevingsdiensten die een opdracht hebben van de gemeente of de provincie, die hebben directe toegang tot de gegevens. U vraagt, wij draaien, is het credo. Dat betekent dat u als medewerker van een gemeente, provincie of omgevingsdienst toegang kan krijgen tot de data zelf. En dan kunt u queries draaien. Dat kan heel leuk zijn. Maar u kunt ook specifieke verzoeken bij ons indienen. En ja, dan gaan we daar vol enthousiasme mee aan de slag. Volgende slide, alsjeblieft. Om eventjes iets meer context te geven over wat wij met die meldgegevens doen. Wij zijn van oorsprong als LMA heel erg actief met ondersteunen van toezicht en handhaving. Wij zijn al jaren bezig met het proactief geven van signalen ten aanzien van potentiële overtredingen van wet en regelgeving. Denk aan illegale asbestsaneringen of export van elektrische apparaten naar Afrika. Of grond die ergens toegepast is waarbij het echt niet wenselijk is dat die kwaliteit grond daar toegepast is. Nou, daar hebben wij hard aan gewerkt om, als het gaat om toezicht en handhaving, hiermee met die meldgegevens leuke dingen te doen. Graag naar de volgende slide. Onze meldgegevens worden ook gebruikt als belangrijke bron om te bepalen, goh, wat gebeurt er nou eigenlijk met afval in Nederland. We hebben goede contacten met collega's, ook ondergebracht bij Rijkswaterstaat, die verantwoordelijk zijn voor het monitoren van afvalstromen in Nederland. Nou, je ziet hier een plaatje, mogelijk niet helemaal leesbaar, maar dit is eigenlijk een visualisatie van de verschillende verwerkingstypes die je hebt en dan de totale. Dan zie je die bruine afname. Nou, dat is dan de afname van het storten van afval, een hele goede ontwikkeling. Maar de roze stijgende lijn, die heeft weer betrekking op het verbranden van afval. Nou, die moet in ieder geval niet tot 2050 op deze manier door blijven gaan, zoals die in de afgelopen decennia is doorgegaan met groeien. Dat is waar onze meldgegevens ook voor gebruikt kunnen worden en voor worden gebruikt. Graag naar de volgende slide. Wij zien een sterke toename van behoefte aan sturing in de transitie van de circulaire economie. Ik denk dat net ook al door de TU Delft mooi zichtbaar is gemaakt dat mogelijk is. De gemeente Amsterdam is ook heel enthousiast met onze data aan de slag. Dat zien wij heel graag. We willen ook graag meedenken en meehelpen. En ik wil eigenlijk afsluiten met misschien wel een vloek in de kerk. Afgelopen vrijdag heeft het Landelijk Meldpunt Afvalstof voornamelijk ook meldgegevens aangereikt bij de gemeente Rotterdam. Het is een webinar van de gemeente Amsterdam, maar ik moet het toch ook echt even over de gemeente Rotterdam hebben. Die gaan ook enthousiast aan de slag met onze meldgegevens. En dat vinden wij natuurlijk heel leuk. En in het ideale scenario worden wij in de komende weken door alle gemeentes in Nederland benaderd. Want wij willen echt heel graag meedenken en meehelpen. En dan zou ik eigenlijk naar de volgende slide willen. En hem terug willen geven aan Wies voor eventuele vragen of opmerkingen. Voor je verhelderende verhaal. Graag gedaan. Ik heb een vraag voor je over de geheimhoudingsverklaring. Moet die worden ondertekend om data te delen? Die moet ondertekend worden op het moment dat je een commercieel bedrijf bent of een wetenschappelijke instelling. Dus een gemeente of een provincie die heeft directe toegang. Sterker nog, ik zou bijna zeggen, wij
halen die gegevens allemaal bij elkaar, speciaal voor jullie als je bij de gemeente of de provincie of de omgevingsdienst werkzaam bent. En als je de meldgegevens als commercieel bedrijf wil gebruiken, dan kan dat misschien wel op hoog aggregatieniveau. Hè, dus dat je niet kan zien welke bedrijven betrokken zijn bij bepaalde stromen. Dat het, nou ja, op stadsdeelniveau is weergegeven, dat is wel openbaar. Maar zodra er bedrijfsnamen bij komen, ja, dan hebben wij hoog in het vaandel staan dat wij het als zeer bedrijfsgevoelig beschouwen. En dan is inderdaad sprake van een dergelijke overeenkomst. Dankjewel, ja, dat klinkt vanzelfsprekend. Ja. Ik heb nog een vraag. Levert het LMA ook direct gegevens aan bedrijven en andere organisaties dan de overheid? Maar je zei het eigenlijk net al een beetje. Ja, klopt. Wij worden daar wel eens voor benaderd. En dan reiken wij die gegevens op een hoog aggregatieniveau met alle plezier aan. Maar ja, eigenlijk is het zo, het is vaker zo dat een commercieel bedrijf bij een gemeente of een provincie het verzoek heeft om die gegevens te krijgen. En dat de geheimhoudingsverklaring tussen de gemeente en het commercieel bedrijf wordt ondertekend, dan dat wij als LMA daar iets mee van doen hebben. Ja, helder. Komen inmiddels ook nog wat andere vragen binnen via de chat. De eerste is, krijgen we ook afvalstromen uit andere landen binnen? En worden die ook bij jullie gemeld? Wij krijgen afvalstromen uit andere landen binnen. En die worden voor een klein deel bij ons gemeld. Maar het grootste gedeelte van de afvalstromen die in Nederland binnenkomen vanuit het buitenland, die worden bij de inspectie leefomgeving en transport, in het begin gaf ik het al kort even aan, worden die vastgelegd. En dan moet je met name denken aan het verbranden van afvalstoffen. Er wordt relatief veel afval in Nederland verbrand, ook uit het buitenland. En ja, daar moet een toestemming voor worden gevraagd. En dat doe je bij de IOT. Dus de IOT heeft dat allemaal inzichtelijk. Dus we hebben eigenlijk een vrij compleet beeld wel van wat er allemaal binnenkomt. Ja, en de monitoringsclub van Rijkswaterstaat, die maakt gebruik van onze data, maar ook gebruik van de data van de IOT. Dus die hebben helemaal een totaal overzicht. Ook voor internationale rapportages is het belangrijk dat we dat scherp hebben, wat er gebeurt in Nederland. Zowel met Nederlands afval, maar uiteraard ook met afval uit het buitenland. Ja, dan heb ik nog een vraag voor je. En die luidt, niet alle afvalstoffen hoeven gemeld te worden. En het is ook niet altijd bekend wat de herkomstlocatie is. En dan in verband met het RI of het IR. Dan hoop ik dat jij weet wat dat is. Nou, je kan inderdaad, ik kan er heel lang op doorgaan, maar dan wordt het echt een vakidiote verhaal. Ik weet niet of de mensen daar blij van worden. Maar je hebt helemaal gelijk als het gaat om de IR en de RI. Daarmee wordt gedoeld routeinzameling en inzamelaarsregeling. Dat is een methodiek die bedrijven kunnen toepassen om voor specifieke afvalstromen eigenlijk één afvalstroomnummer te hanteren en dan dus niet specifieke locaties van herkomst op te geven. Dat is dus terecht opgegeven dat we niet alles inzichtelijk hebben en dat het mogelijk is voor afvalstromen, nou ja, het onder één noemer te plaatsen, zou ik maar even zeggen. Maar dat betekent niet dat je helemaal niks weet. En op het moment dat je realiseert dat alle verbranders en alle stortplaatsen bij ons echt bekend zijn en dat we weten wat daarheen gaat, ja, dan is in het kader van de afvalstromen die nog lang niet circulair zijn, hebben we dat wel degelijk scherp. En ik denk juist dat we ook, zoals Arjen ook al aangaf, naar die stromen geïnteresseerd moeten zijn. Met name als je ziet wat van kilometers er soms worden afgelegd van Amsterdam over heel Nederland. Want ik denk dat die 9 miljoen kilometer nog te laag ingeschat is. Want ik ben ervan overtuigd dat daar vast nog wel tussenopslaghandelingen bij zitten. En dat er misschien nog wel meer kilometers achter zitten dan die 9 kilometer. Dus misschien is het nog te laag ingeschat. Ja, terwijl ik het al gigantische afstanden vind eigenlijk. Ik heb daar nooit over nagedacht. Ja, dat klopt. Dat er zoveel vervoerd wordt in Nederland. Ja. 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 Even kijken. Ik krijg nog een vraag binnen en die is, zie je opties voor het meer openmaken van de data als bedrijven hier toestemming voor geven bijvoorbeeld? Op het moment dat bedrijven daarvoor openstaan, dan zou dat een heel mooi iets zijn. Alleen op dit moment weet ik niet zeker of bedrijven dat zien zitten, want bedrijven geven dan tenslotte hun concurrenten inzichtelijk waar hun klanten zitten. Maar het zou me niet verbazen als dat in de komende jaren alsnog gaat veranderen. En dat dit op termijn wel inzichtelijk wordt. Het is een discussie tussen aan de ene kant het is bedrijfsinformatie, aan de andere kant het is milieuinformatie. Ja, en dan moet je de afweging maken waar hecht ik meer waarde aan. En op dit moment is het dus nog, wordt het als bedrijfsinformatie als vertrouwelijk gezien. Maar dat gaat op termijn mogelijk veranderen. Ja, voor een circulaire economie lijkt het me van groot belang dat er meer data gedeeld wordt.
Dus hopelijk gaan we daar veranderingen in zien de komende tijd. Ja, maar weer aan de andere kant, de beleidsmakers van gemeentes en provincies, die hebben nu al de data. En die kunnen daar ook natuurlijk al hun winst mee boeken. Ja, dus we weten eigenlijk ook al heel veel. En daar is eigenlijk ook al een grote stap mee te zetten. Ja. Tjerk, ik ga jou hartelijk bedanken ook voor jouw verhaal. Graag gedaan. En daarmee is het ook tijd voor een korte pauze. En na de pauze geven we het woord aan mensen die iets meer bezig zijn met de monitor zelf. En daar gaan we het ook hebben over, nou ja, onder andere het datavraagstuk. We hebben een korte pauze van 10 minuten. Dus ik zie jullie graag terug om 4:15 weer hier.
Ja, daar zijn we weer. We zijn weer terug voor de tweede helft van dit webinar. En deze helft gaat iets meer over de inhoud zelf, tenminste de praktische toepassing. Namelijk over de monitor die we aan het ontwikkelen zijn met de gemeente Amsterdam. En de volgende spreker, die zit heel ver weg, maar dat maakt in deze tijden niet zo heel veel uit. Dat is Juan Carlos Goylo. En hij is eigenlijk, ik zie hem als de founding father van de monitor. En hij gaat ons meer vertellen over hoe de monitor tot stand is gekomen en wat zijn visie momenteel is op de monitor. Juan Carlos, ga je gang. Dankjewel voor de introductie, Wies. Ja, ik ben ver weg, 6 uur verschil bij de Caribische eilanden, omdat ik op het moment op Curaçao ook hetzelfde traject wat we in Amsterdam hebben meegemaakt proberen te katalyseren om te kijken of we ook inzicht kunnen krijgen in duurzaamheid op Curaçao en wellicht ook breder, alle eilanden binnen het Koninkrijk. Zou ik mijn slides mogen laten zien? Dan kunnen we alvast beginnen met de presentatie. Here we go. Ja, misschien als introductie senior informatiespecialist. Ik zag mijn naam net staan. Ik zeg het nog even voor de duidelijkheid. Binnen de gemeente werk ik voor de innovatieteam. En de innovatieteam werk ik specifiek aan hoe je data-innovatieprojecten opzet en integreert binnen de gemeente. Als innovatie werken we altijd aan innovatietrajecten die te maken hebben met de samenleving. Dus dit betekent een ingreep in de samenleving waar technologie bij komt kijken. En een andere werk wat wij doen is ook exporteren innovatie. Het voorbeeld wat ik net gaf, waar ik nu mee bezig ben, is ook het exporteren van innovatie naar een ander deel van de wereld. Ja, eerste slide. Ja, wat ik nu ga vertellen tijdens de presentatie, dat gaat over eigenlijk de traject waar we nu in zitten, hoe we van een donut, het concept van een donut, naar een monitor gaan. Dus het is een presentatie waarin je aan de ene kant ook best wel verandercultuur gaat horen, maar ook deels ook datagedreven werk. Dus die twee lopen vaak hand in hand, want wat we produceren als data komt vaak ook uit onze organisatiecultuur, de manier waarop we kijken. Volgende slide alsjeblieft. Dankjewel. Ook mijn presentatie is alles in het Engels, omdat ik deze presentatie vaak geef aan verschillende mensen over de hele wereld inmiddels. De centrale vraag van Kate Raworth, die de uitvinder van donut-economie, die zij gesteld heeft aan ons als stad, is in principe, hoe kan een stad voldoen aan de donut? En wat ze specifiek vroeg is, hoe kan Amsterdam een thuis zijn waar mensen tot bloei kunnen komen op een florerende plek? En tegelijkertijd het welzijn van alle mensen en de gezondheid van de aarde respecteren. Nou, dat is, als je dat hoort, dan denk je, ah, poef, wat, dat is best wel gewichtig, zwaar. Hoe ga ik hiermee nou om? En ja, wat heeft de gemeente Amsterdam hiermee te maken? Nou, gelukkig had ze ons met de hand meegenomen in het proces. Dat was een proces van ongeveer een half jaar.
waarin we nou parallel daaraan ook in samenwerking met TU Delft aan de slag gingen en met onze collega's onderzoekers binnen de gemeente. Dus dat was heel nauw betrokken. Maar wat ze heeft gedaan is, ze heeft ons gevraagd om de donut op te hakken samen met ons in vier onderdelen. Volgende slide. Ze zei, wat je moet doen is kijken naar niet alleen naar Amsterdam als een lokale context, maar je moet ook kijken naar Amsterdam in relatie tot de wereld. Dat is iets wat Evelien al heeft genoemd net. En die heeft ze dan opgesplitst in een kwadrant van vier vragen. Lokaal, sociaal, wat zou je inwoners... wat zou het voor je inwoners betekenen om te kunnen bloeien, tot bloei te kunnen komen, te kunnen floreren? Om een hele ecologische taal te blijven. En op mondiale schaal zou je moeten vragen, wat zou het voor Amsterdam betekenen om het welzijn van de mensen wereldwijd te respecteren? Dus met andere woorden, als wij iets consumeren, als wij iets doen in Amsterdam, wat betekent het voor andere delen van de wereld? Hetzelfde geldt aan de ecologische kant, lokaal, globaal of mondiaal. Lokaal is het, wat zou het voor Amsterdam betekenen om te bloeien, tot bloei te komen? Dus een echte natuurlijke leefomgeving. En op wereldniveau, wat zou het voor Amsterdam betekenen om de gezondheid van, van de gehele planeet te respecteren? Wat betekent dat? Nou, weer zo'n vragen waarvan je denkt, poef, groot. De vragen zijn groot omdat het ons de mogelijkheid biedt om naar introspectie te gaan en die overzicht te creëren die we nodig hebben. En daar is de donut, heeft het een heel belangrijk rol gespeeld. Volgende slide. Met deze vier vragen wat je dan krijgt is dat je dan de mogelijkheid krijgt om, zoals ik zei, te reflecteren en te kijken, oké, wat voor beleid doen we en hoe doen we deze beleid? En welk beleid heeft dan impact op zowel de leefomgeving van de mensen als de aarde? En je kijkt ook naar de projecten die je hebt. Wat het heeft losgemaakt is ook verhalen. Vaak zijn anekdotes heel belangrijk voor het creëren van een verandercultuur binnen een organisatie. De Stadsdonut heeft dat enorm gecatalyseerd door een overzicht te creëren van allerlei verhalen die dan bij de ambtenaren, maar ook in de bedrijvensector en ook de onderzoekers speelt, om die verhalen op een manier samen te brengen dat mensen dat kunnen begrijpen en het daardoor ook vergezichten kunnen ontwikkelen die samen ontwikkeld worden, die ook in lijn zijn met elkaar. En dat heeft gezorgd dat die Stadsdonut zo krachtig is geweest voor de ontwikkelen van de monitor. Volgende slide. Dus dan zie je dat, dit plaatje hebben jullie al gezien bij Evelien, maar wat het laat zien is dat ze dus met die overzicht wat we hebben ontwikkeld dankzij die Stadsdonut en die samenwerkingsvorm dat het heeft gecatalyseerd, dat allerlei projecten de komende tijd zijn geïdentificeerd die relevant zijn voor de transitie naar een circulaire economie, die we dan relateren aan de ambities die wij zelf geformuleerd hebben. En wat de monitor dan vervolgens doet, is deze ontwikkelingen in kaart houden, zodat wij beeld blijven genereren van waar we heen gaan en zodat wij constant weer daarin innoveren, mocht dat nodig zijn. Volgende slide, alsjeblieft. Ja, dus eventjes weer a step back. Dus wat betekent dat dan in praktische zin? Dit klinkt allemaal best wel vaag. De donut zelf, als jullie daarmee bekend zijn, nu krijg je het in één plaatje te zien. Dit is een cirkelvormig visualisatie, waarin verschillende indicatoren worden weergegeven. Zowel voor de ecologische kant als voor de sociale kant van je omgeving die je analyseert. Dus als je de informatie die je hebt verzameld plaatst in de donut, wat je dan krijgt is een overzicht. En dat is precies wat de donut doet. En dat is waarom ook in de Stadsdonut wordt gesproken over een kompas. Vaak als je spreekt met politici
en beleidsmakers, dan willen zij aan de ene kant willen zij een kompas, ze willen weten waar ze heen gaan, maar ze willen ook weten hoe wat zij doen impact heeft in het grote plaatje. Dus ze willen het geheel zien. Nou, de donut faciliteert dat proces, dat een kompas, één groot algemeen beeld. Daaronder heb je natuurlijk allerlei behoeftes. Dus je hebt aan de ene kant heb je een donut, dat biedt een strategische een kompas van waar je heen gaat. Maar daaronder zijn er allerlei behoeftes die mensen hebben. Deze behoeftes hebben te maken met collega's die bij onze afdeling vastgoed werken. Deze behoeftes komen uit onze afdeling die te maken heeft met afval en grondstoffen. Deze behoefte die komt uit afdeling die te maken heeft met armoede. Dus het kan allerlei behoeftes zijn die op allerlei manieren de donut raken. En dan kom je tot een andere laag waarin je naar de donut moet kijken. En dat is wat wij dan tactisch monitoren, tactielen ontwikkelen. Dat zo is dat mooi verwoord door Arnoud in het verleden. Dus dan bouw je tactielen voor je donut, zodat je donut steeds meer handen en voeten krijgt in de ontwikkelingen die er gebeuren op stedelijk niveau. En dat is eigenlijk de monitoringsraamwerk wat we hebben ontwikkeld, waar ik zo meteen naartoe ga. En dan in de toekomst zou je kunnen zeggen, dat is er nog niet, het is in opmars, dat je ook kijkt naar je operationele processen. Dus dan krijg je eigenlijk drie lagen. Aan de ene kant je donut, die dan een overzicht biedt, je tactielen eigenlijk, je handen en voeten, zodat je weet hoe je actoren opereren in de stad. En operationeel moet je dan in de toekomst ook gaan monitoren, want langzamerhand als die monitor steeds meer gevoed wordt met relevante informatie, dan ga je ook zien dat de afdelingen projecten opzetten die steeds meer in lijn zijn met de informatie die je verzamelt. Dus met dat in gedachten, met die drie niveaus, zijn we te werk gegaan. Volgende slide. Dus even over de monitor. Dus als wij kijken naar de monitor, dan hebben wij dat onderverdeeld, dus nogmaals op de tactische kant, in vijf niveaus. Of vijf onderdelen, moet ik eerlijk zeggen. Vier van die onderdelen gericht op de ecologische en één onderdeel van de monitor is gericht op het sociaal fundament. Je zou je kunnen afvragen waarom zoveel aandacht aan de ecologische kant en zo weinig aandacht aan sociaal-economisch. Dat heeft een reden. Amsterdam die werkt al best zo'n lange tijd aan sociaal-economische gegevens. Onze afdeling onderzoek, informatie en statistieken is daar heel gedetailleerd in. We weten best wel veel ontwikkelingen op dit vlak. Toen we de donut voor ons zagen, konden we best wel snel ook identificeren waar alle sociaal-economische aspecten aan voldoen en hoe ver we daarin zijn. Maar aan de ecologische kant hebben we nog vrij weinig, en tot sommige vlak ook zelfs geen onderzoek gedaan. Dus hebben we besloten om dat wat we al goed doen in te bedden in de monitor. En daar waar we juist in moeten groeien en moeten ontwikkelen, werkpakketten voor te organiseren. Aan de ene kant zie je dus in een monitor werkpakket 1, dat gaat over input indicatoren. Dit is een vrij lastige categorie indicatoren. Wat bedoel ik met input indicatoren? Simpelweg, wat voor materialen komen de stad binnen? Poef, denk daar eens even over na. Dat is best wel een groot gegeven. Er komen allerlei producten komen de stad binnen via de haven, via Schiphol, via de wegen. En hoe krijg je daar grip op? Daar zijn we met TNO aan de slag gegaan om een eerste beeld te creëren van hoe je daar inzicht voor kan ontwikkelen. Werkpakket 2, de throughput indicatoren. Dit is een werkpakket die we eigenlijk nog weinig voor hebben ontwikkeld. En de reden daarvan is omdat wij nog in de kinderschoenen staan met de informatie die we verzamelen voor de monitor. Throughput indicatoren zou je kunnen zien als de mate waarop de materialen die de stad binnenkomen gebruikt worden. Hoe lang blijven ze in de stad? Wat zijn de verschillende tijdsturen dat die verschillende materialen in de stad blijven?
Het is niet het idee dat je dan precies moet weten dat huishouden X, Y, Z zoveel brood eet. Nee, het gaat erom dat als brood naar de stad komt, hoe lang blijft het ongeveer in de stad voordat het weer uit de stad komt al in een andere vorm. Ik hoef niet uit te leggen wat voor vorm dat is. En dan komen we tot werkpakket 3. Werkpakket 3, dat is een werkpakket wat we met onze afdeling afval en grondstoffen en onze collega's van TU Delft hebben ontwikkeld, samen met werkpakket 4. Aan de ene kant dus gaat het over, werkpakket 3 gaat het over afval van huishoudens en werkpakket 4 gaat over afval van de industrie. En zoals de collega's van TU Delft al hebben aangegeven, de verhouding van industrie in vergelijking tot huishoudens is enorm. In totaal hebben we het over een verhouding van 89% industrie, 11% huishoudens. Dit is echt een gigantisch verschil. Dus de impact die we zouden kunnen maken is klaarblijkelijk heel duidelijk aan de industriële kant van de transitie naar circulaire economie. En dan hebben we nog de vijfde. En zoals ik al zei, daar hebben we best wel veel onderzoek voor lopen. Ook heel veel open data op data.amsterdam.nl over onze sociale indicatoren. Volgende slide alsjeblieft. Ik geef een paar inzichten die we hebben ontwikkeld en de komende tijd op het, en afgelopen tijd op het gebied van voedsel. Ja, nou, we zaten op de goede slide. Dank je. Wat je hier ziet zijn de inputindicatoren. Wat we hebben gedaan is, we hebben gekeken naar de onderzoeken die er zijn in West-Nederland, op de manier waarop West-Nederland eet, naar de eetgewoontes. En deze hebben we dan vervolgens geschaald naar Amsterdam. Dit is vrij simpel, zou je kunnen zeggen, omdat je kan kijken naar de mate waarop Amsterdam verhoudt in haar populatie in vergelijking met de rest van Nederland. En dan kom je tot deze cijfers uit. En dat onderzoek, dat kunnen jullie zelf ook vrij snel en simpel doen. Dit kan je doen door te kijken naar wat eet Nederland. Daar vind je dus het onderzoek ook van West-Nederland als je in de Randstad zit. En ook andere delen van Nederland. En daar kan je diezelfde verhoudingen mee maken. En vervolgens kan je daar overheen een CO2-impact-analyse doen. En dan kom je tot deze inzichten. Wat we hebben gerealiseerd is uit deze inzichten is dat vlees en zuivel, niet een onbekend verhaal, de grootste impact heeft in de stad. En als je toeristen erbij meeneemt en de toeristen beschouwt ook als Amsterdammers. Nou kan ik me voorstellen dat toeristen wellicht wat meer vlees eten dan of wat minder melk drinken. I don't know. Het kan van allerlei factoren zijn. Maar hebben voor deze eerste analyse toeristen beschouwd als Amsterdammers, dan krijg je een 5% toevoeging aan de materialenconsumptie in je stad. Volgende slide. Ja, dus en als je kijkt dus naar wat voor impact dat heeft en je verder gaat kijken naar die vlees en zuivel en waar die impact dan bij ligt, dan is het vrij simpel, maar dat wisten we dan niet, maar dat heeft te maken met de koe. De impact van de koe in het hele productieproces. Dus de koe eet en de koe ontlast en dat heeft een grote impact op de voedselconsumptie in de stad. Volgende slide. Dit is aan de inputkant. Nu gaan we naar de volgende. Ik spring meteen naar de output. Onderzoek van TU Delft. Wat interessant is van het onderzoek van TU Delft is dat je dan opeens door die Arjan zo mooi noemde, actor gedreven aanpak kan zien, is dat je wat je aantrekkingskracht is voor circulariteit op dit moment. In het geval van Amsterdam zie je dat voor voedsel, onze aantrekkingskracht voor voedsel richting circulariteit, vooral een landelijk karakter neemt. Dus we trekken heel veel voedsel naar ons toe en die verwerken we op een manier van laagwaardige hergebruik tot hoogwaardige hergebruik. En die analyseren we ook verder met de inzichten van TU Delft. Volgende slide alsjeblieft. Dus dan kunnen we zien waar die vandaan komen, hoeveel voedsel wij naar verschillende regio's sturen en hoeveel voedsel wij zelf aantrekken. En dat kunnen we tot redelijk detailniveau inzien.
Volgende slide, alsjeblieft. We kunnen ook traceren door slimme combinatie van sectoren, uit welke sectoren deze voedselafvalstromen vandaan komen. En we kunnen ook dan zien waar ze, wat voor materialen deze afvalstromen dan uit bestaan. Want eigenlijk waar we naartoe willen, volgende slide alsjeblieft, is een andere taal. We willen een andere taal ontwikkelen en dat hebben we dus ook gedaan met de hulp van TU Delft, om niet meer te praten over afval, omdat we graag ook willen duwen in de richting van een duurzame economie. En een duurzame economie beschouwt iets niet als het weggooien, maar iets als een potentieel voor herbruikbaarheid. En die potentieel van herbruikbaarheid hebben de collega's van TU Delft ons helpen categoriseren in deze categorieën die je hier als zwarte blokjes ziet. Dus wat we in plaats van afval praten we over schone of vervuilde materialen. Als het vervuilde materialen zijn, dan hebben we een bulkcategorie waar alles in plaats. Daar zit nog heel veel in. Als het schone materialen zijn, dan hebben we een subcategorie. Dan kunnen we praten nog over pure materialen. Dus dan hebben we het echt over een bepaald soort hout en een puur vorm van dit soort hout. Als we het hebben dan over gemengde materialen, dan hebben we weer een onderverdeling waarin we praten dan over gemengde materialen die zijn geleid tot een type product die we zouden kunnen hergebruiken meteen of indirect zouden kunnen hergebruiken. We kunnen praten over gemengde materialen die composieten zijn, dus met meer dan één bouwstof. En we kunnen praten over gemengde materialen waarvan de samenstelling onbekend is. En zoals je ziet, is dit zelfs ook de semantiek van dit model is in een beginstadium. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben een begin ontworpen, maar hoe meer informatie we gaan verzamelen en hoe meer analyses we gaan doen, je zal zien dat bijvoorbeeld het vervuilde kant van ons afval of grondstoffenstromen, dat we dan specifieker gaan weten wat dan en hoe dan iets vervuild is, om toch wel waarde eraan te hechten en toch wel een doorstroom, een hergebruikbestemming te ontwikkelen daarvoor. Aan de pure kant weten we heel precies wat we moeten doen. Maar ook aan de gemengde kant zie je dat de complexiteit daarvan enorm is. En die complexiteit de komende jaren steeds beter en inzichtelijker zal worden. En zoals ik net zei, als je nog herinnert de drie niveaus, dan zal je zien dat hoe specifieker we worden, hoe meer wij echt operationele werkzaamheden zullen hebben die echt onderzoek doen naar specifieke processen en hoe die processen impact hebben op onze klimaat. Volgende slide alsjeblieft. Ja, dus even een hele lichte SWOT-analyse van de monitor op dit moment. En om beeld te geven waar we naartoe gaan. Dus het heeft een bottom-up aanpak. Met andere woorden, we gaan echt op zoek naar gespecificeerde data die hier voor Amsterdam relevant is. Dus we praten ook echt over de zoektocht naar zoveel mogelijk actor-gecentreerde data die iets zegt over die transitie. Daarom is dat element van geo-informatie zo belangrijk. En daar gaan we dan specifiek voor naar op zoek. Het feit dat het bottom-up is, is ook tegelijkertijd onze valkuil. Omdat het bottom-up is, is het gefragmenteerd. Dus hoe brug je fragmentatie naar holisme? En dat neemt gewoon tijd. Dat neemt ook heel veel gesprekken. Dat vergt ook heel veel gesprekken met politici. Dus je moet ze aan de ene kant ook dat volledig beeld kunnen geven, maar tegelijkertijd ook de groeipad daar naartoe. Want hoe dan ook is die ontwikkelingspad iets wat constant gebeurt. En dat neemt tijd met zich mee. Dus daar hebben we een heel scherp beeld van. De mogelijkheden. Er zit een enorme mogelijkheid voor standaardisatie. Voor de collega's die hier luisteren, die
in andere delen van Nederland werken. Standaardisatie maakt het mogelijk dat wij steeds makkelijker met elkaar kunnen gaan communiceren. En nu hebben wij een slag gemaakt door een bepaalde taal te creëren. En een standaardisatie van die taal op landelijk niveau zorgt ervoor dat wij met elkaar echt een circulaire taal gaan ontwikkelen in onze informatie. Met dank aan LMA was het al mogelijk om een basis neer te zetten en nu kunnen we daarop voortbouwen. En dat is eigenlijk echt een mogelijkheid die we kunnen losmaken als we steeds meer met elkaar gaan samenwerken. Dus ik juich het juist aan, Tjerk, dat Rotterdam nu meedoet, want jee, nu kunnen we echt met elkaar gaan spreken. Ik vind dat echt tof. Zoals ik net zei, een valkuil is het idee dat wij dit afmaken. Want als jij circulaire economie echt serieus neemt, dan is de monitor eigenlijk iets wat leeft en zou per adaptatie in je economie ook gaan veranderen. Dus zal het eigenlijk nooit echt af zijn. Wat je wel voor moet waken is gewoon dat je collega-beleidsmakers en ook politici goed weten informeren over de weg naar de transitie circulaire economie. Volgende slide. Volgens mij ben ik nu klaar. Dank jullie wel. Ja, als jullie vragen hebben, hoor ik het graag. Ja, jij dankjewel, Juan Carlos, voor dit mooie verhaal. En wat je zei, het is een complex proces en het is eigenlijk nooit af. We zouden nu eigenlijk vragen doen, maar omwille van de tijd gaan we heel even door naar Martijn. En dan zou ik voor willen stellen om helemaal aan het einde even te kijken hoeveel tijd we nog hebben. Zodat we dan de vraag kunnen beantwoorden. Maar dan heeft in ieder geval Martijn nog genoeg tijd. Aan alle luisteraars, stel vooral uw vragen ook in de chat voor Juan Carlos. Als we er nu niet aan toekomen, dan behandelen we die later nog. Dan zien we hier nu in beeld Martijn Zwennes. Martijn is een belangrijk persoon in de ontwikkeling van de monitor van Amsterdam. Hij is de tech lead en zal ons iets meer meenemen in de monitor zelf. Martijn, ga je gang. Ja, dankjewel Wies. Moet ik mezelf wel unmuten natuurlijk. Thanks. Ja, inderdaad, aanvullend op het verhaal van Carlos ga ik inderdaad door op de doorontwikkeling van de monitor. Ik ben samen met Maren van Beek onder andere. Zou je naar de volgende slide willen gaan? Ja. Ben ik per juni begonnen bij de gemeente om onder andere mee te helpen aan de doorontwikkeling van de monitor. We zijn met flink wat mensen aan de slag. Dit is niet de hele lijst overigens, maar dit is in ieder geval intern binnen CTO waar we mee bezig zijn. Geoflux is daarnaast ook nog bezig met ons om daarbij te helpen. Volgende slide, please. Ja, nog even terugkomend op het doel. Dus 2030 50% minder grondstoffen en 2050 100% circulair. Dat moeten we nu kunnen meten en de monitor gaat dat hopelijk voor ons oplossen. Juan Carlos liet net al een paar hele mooie grafieken zien. En zou je naar de volgende slide willen gaan? En die grafieken die zijn allemaal te vinden in de monitor die begin dit jaar is uitgegeven. Die kan je vinden in de onderstaande link. Je kan hem ook op de Amsterdamse website vinden, maar dat is misschien iets wat lastig. En het doorontwikkelen van de monitor, wat we daarmee bedoelen, is dat we eigenlijk de inzichten die hier zijn getoond, eigenlijk op zo'n danige manier willen bouwen, dat we dat herhaaldelijk eigenlijk kunnen gaan inzetten. Met het idee dat we eigenlijk ten alle tijde kunnen monitoren wat de circulariteit momenteel van de stad is. En ik denk om daarvoor te borduren, als je naar de volgende slide gaat, een van de aanbevelingen van de monitor document was ook het dataplatform. En dat is waar we nu mee bezig zijn. Dus dat is eigenlijk een plek waar alle relevante gegevens op een veilige en efficiënte manier samenkomen. LMA is daar bijvoorbeeld een van de belangrijke databronnen van die we gebruiken. Daarnaast zijn er ook nog wat andere databronnen genoemd. En we zijn flink aan de slag om dat ook uit te breiden. Als beginpunt hebben we eigenlijk een x-aantal interviews afgenomen binnen de organisatie. Met het idee om hun hele set aan requirements te gaan verzamelen. Om te kijken wat we nou precies moeten doen. Want zoals Juan Carlos het zei, je hebt inderdaad die drie lagen. Dus strategisch, tactisch en operationeel. En iedereen zal daar eigenlijk andere inzichten in willen zien. En als je doorgaat naar de volgende slide.
Een paar van de belangrijkste zaken aan de linkerkant is dat het in ieder geval een basis moet zijn voor strategische beslissingen. We moeten dus met onder andere bijvoorbeeld de monitor wel kunnen zeggen van, nou ja, dit is nu de staat en dit zijn de stappen die we kunnen of willen nemen. Het moet daarnaast ook nog een tool zijn om bewustzijn te creëren. We willen hem ook in de markt gebruiken om in ieder geval burgers en bedrijven te stimuleren om initiatieven te nemen met de inzichten die we kunnen laten zien. En daarnaast heb je natuurlijk nog een stukje requirements. We willen heel graag open source ontwikkelen en we hopen dan ook korte termijn de code, in ieder geval die we hebben, beschikbaar te stellen. Het moet privacybestendig zijn. LMA specifiek gaat bijvoorbeeld om bedrijfsgegevens. En dat zijn dingen die je niet per definitie wilt delen. Dus ja, belangrijk ook om ervoor te zorgen dat het allemaal veilig wordt opgeslagen. Daarnaast heb ik nog een hele waslijst aan requirements. Gezien de tijd ga ik er niet doorheen. Dus als je wil, naar de volgende slide. Ja, ik denk dat de meeste informatie hier al is genoemd. Er zijn meerdere raamwerken genoemd. Ik ga hier niet te diep op in. Ik heb rechts onderin een linkje vermeld waar het meeste hiervan wordt uitgelegd. Belangrijk hiervan is in ieder geval bij het ontwikkelen doorontwikkelen van de monitor proberen we in ieder geval alle aansluiting te hebben op de landelijke programma's. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het grondstofakkoord en we proberen enigszins aan te sturen ook met de werkpakket van PBL. Volgende slide. Ja, ik wil niet te veel de techniek induiken vandaag, dus ik heb hem eigenlijk zo abstract mogelijk proberen te definiëren. Aan de linkerkant een stukje dataverzameling. Dus LMA is de voornaamste databron die we daarvoor gebruiken. Maar we zijn momenteel ook in gesprek met onder andere deelplatformen en het havengebied. Om daar meer informatie uit te halen, voornamelijk aan de inputkant. Wellicht ook de throughput. Een stukje validatie. Er moeten nog best wel wat kwaliteitschecks gedaan worden. En specifiek voor LMA wil je natuurlijk jouw regio daaruit gaan filteren. Vervolgens hebben we een set aan analyse modellen die worden gebruikt om uiteindelijk tot de visualisaties te komen. En dat zetten we eigenlijk in verschillende data stories. En die data stories zijn weer terugkomend op die drie lagen, dus verschillende inzichten en invalshoeken die er zijn. Als je door wil naar de volgende slide. We zijn momenteel hard aan de slag met het dataplatform. We zijn momenteel bezig met het uitwerken van de eerste data stories. Daarnaast zijn we ook nog bezig met het uitbreiden van de monitor. We hopen op korte termijn ook inzicht te krijgen in de input. En hopelijk dat ook te kunnen koppelen aan de output. Zodat we daar in ieder geval mooie inzicht in kunnen krijgen. En het was eigenlijk het doel om vandaag de eerste story live te zetten en ook een link te delen. Maar helaas is dat niet gelukt. Dus die hebben jullie nog van ons te goed op de korte termijn. Volgende slide alsjeblieft. Ja, daarna, voor elk project heb je natuurlijk ook de nodige uitdagingen. Ik denk de belangrijkste uitdaging die we hebben is het verkrijgen van relevante brondata. Er zijn een hoop bronnen en er is een hoop te verkrijgen, maar de vraag is altijd, ja, is het relevant en wat kan je er precies uithalen? En uiteraard ook wel belangrijk, is het data die je wel mag delen? Daarnaast is een stad en zijn circulariteit zijn beide complexe systemen. En het probleem met een complex systeem is dat je natuurlijk, je kan er een model op bouwen, maar die zal altijd afwijken van de realiteit. En het gevaar wat je daarbij hebt, is dat als je gaat sturen op het model, en dat wijkt te veel af, dat je daardoor natuurlijk een misopvatting kan krijgen van de daadwerkelijke situatie. Een voorbeeld is bijvoorbeeld biomassa. Bij het gebruik van biomassa of het berekenen ervan, wordt bijvoorbeeld vaak het transport van de biomassa naar de verbranding niet berekend. En dat soort fouten kan je met dit soort systemen natuurlijk snel maken. Het is belangrijk om daarop te letten. Daarnaast zijn er ook een hoog aantal definities en raamwerken. Dus het is belangrijk om daar bepaalde keuzes in te maken. En dan wil ik hem eigenlijk afsluiten met de laatste slide. Kijk, is dat zo? Ja, klopt. Dat is eigenlijk een vraag tot een stukje samenwerking. Ik vind het eigenlijk ook mooi om te horen dat Rotterdam ook mee bezig is. We gaan al onze code open source plaatsen.
Dus hopelijk kunnen we daar binnenkort met de nieuwsbrief wat in delen. We gebruiken veel landelijke data en LMA heeft dat ook. Dus ik denk dat het vrij eenvoudig is om de analyses die er zijn te abstraheren naar een andere gemeente. En daarnaast staan we ook open voor feedback en samenwerking. En zou ik het leuk vinden als we dit soort zaken ook met andere gemeentes kunnen bespreken. En daar wil ik mee afsluiten. Dankjewel Martijn. Dank voor de toelichting over de monitor en de ontwikkeling daarvan. Het is in ieder geval geen gemakkelijk of geen rechtlijnig proces waar we mee bezig zijn. Maar het is iets levendigs waarbij andere gemeenten ook... het zou fijn zijn als die ook aan kunnen haken. Je benoemde het net al even kort, maar hoe zouden andere gemeentes met jullie samen kunnen werken? Uiteraard gaan we graag in gesprek om te kijken naar de diverse raadbewerken die er zijn. En idealiter zouden we natuurlijk een data-deelovereenkomst kunnen sluiten. Omdat ik denk dat we daar beide van, of dat beide partijen daarvan zouden kunnen profiteren. Ja, en sowieso samenwerken denk ik om, om het lastige raamwerk samen door te denken zou misschien ook interessant kunnen zijn. Ik heb nog een vraag voor je uit het publiek. Zou je kunnen vertellen hoe de validatie werkt? Ah, check. Ja, het zijn een paar dingen. Dus wat we onder andere doen is een stukje... opschoning. Er worden bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, best wel, er staan hier en daar wat kleine foutjes in die eruit worden gefilterd. En daarnaast voor een stukje, even kijken, dan moet ik even daarheen gaan. Wordt er ook een stukje opschoning gedaan op basis van bedrijfsnamen. Als we puur kijken naar de opzet die we bij de gemeente hebben neergezet, worden die bedrijfsnamen bijvoorbeeld zo snel mogelijk weggefilterd met de adresgegevens. Dat dat dingen zijn die je eigenlijk het liefst wil anonimiseren. Buiten dat denk ik niet zo heel veel nog. Oké, dankjewel. Ik krijg nog een vraag binnen, dat gaat over data stories. Zou je kunnen vertellen wat dat is en heb je daar een voorbeeld van? Het is denk ik gewoon een voorbeeld van een inzicht of een... Een user story. Een voorbeeld zou kunnen zijn de monitor zelf. Dus pak de monitor, vul hem in en plaats hem op de website of waar we hem ook gaan publishen. Zijn er nog, of hoe bedoel je dat precies? Goeie vraag. Dus het is eigenlijk een belichting van een ander perspectief. Dus je kan bijvoorbeeld de monitor gebruiken, maar de monitor ook weer is niet de enige, de donut-economie, maar de donut is niet de enige manier om de circulariteit, sterker nog, het zegt eigenlijk heel weinig over circulariteit. Dus op die manier wil je eigenlijk verschillende onderwerpen, modellen pakken, waarbij je eigenlijk tot bepaalde conclusies komt. Oké, dankjewel. Ik vind het lastig om dat iets concreter te maken. En misschien kan de steller van de vraag nog contact met je opnemen om daar verder over door te gaan als dat relevant is. Ik wil langzaam toe naar een afronding van het geheel. Is er een van de andere sprekers die nog kort iets wil zeggen vandaag? Geef ik daar nog heel even de gelegenheid toe. Als het zo is... Zal ik misschien een poging wagen, heel kort nog die data story? Data stories zijn contextueel. Dus als je informatie hebt, moet je het altijd plaatsen in een context. Anders is het data. En de context die wij gebruiken zijn de raamwerk die we hebben voor de monitor. De tactielen, als het ware. En aan de andere kant de donut, het kompas. Dus dan heb je zo langzamerhand manier om je data een plek te geven. En omdat circulaire economie echt een systemische...
een systemische verandering vergt, krijg je allerlei soorten informatie. En sterker nog, ook allerlei mensen die denken dat allerlei soorten informatie relevant zijn voor de donut. Maar die hebben context nodig en soms gaat het context niet in samenhang met een datapunt. En dat is eigenlijk wat zo'n datastory helpt bewerkstelligen. Dankjewel, Juan Carlos, voor deze toelichting. Dan zijn we hiermee echt aan het einde gekomen van de webinar. En wil ik beginnen met het hartelijk bedanken van alle sprekers voor alle super interessante presentaties. Mocht je denken, dat ging wel heel snel, ik wil sommige dingen nog even terugzien, dat kan. Want de hele webinar is opgenomen. En de link voor terugkijken, die wordt met jullie gedeeld deze week. Krijgen jullie daar bericht over. Deel deze link ook vooral met andere collega's die hier interesse in hebben. Hij is gewoon publiekelijk toegankelijk. Daarnaast staat in de mail informatie over de nieuwsbrief die wij gaan verstrekken. Hierin komen updates over de monitor worden gedeeld. Via de mail die jullie krijgen kun je je inschrijven voor deze nieuwsbrief. En wat nog meer in deze mail staat zijn de contactgegevens van de sprekers. Dus mocht je nou nog hele prangende vragen hebben, schroom niet om contact op te nemen met de sprekers, want zij helpen jullie graag verder. Dat was het. Dan rest mij niks dan jullie een hele fijne avond te wensen.